De Kromme Nolkering is een bekend baken langs de Maasdijk bij Wijk en Aalburg. De kering sluit bij hoogwater op de Maas. Dat is sinds de bouw in 2002 nooit voorgekomen, maar toch wordt er twee keer per jaar geoefend. Doen we twee keer per jaar om te controleren of alles goed werkt, voor als het echt hoogwater is. De kering is gebouwd na de hoge waterstanden in 1995. Toen bleek dat de dijken langs het Heusdenskanaal en de afgedamde Maas onvoldoende bescherming boden. De kering hier achter mij die zorgt ervoor dat het water op de afgedamde Maas niet hoger wordt dan 3,50 meter plus NAP. Want de dijken langs de afgaande Maas zijn nooit echt versterkt en verzwaard de afgelopen 100 jaar. En in feite kan het water op de Bergse Maas bij Heusden hoger worden dan voor de afgaande Maas verantwoord is. En gaat dat ooit nou nog gebeuren, dat hoge water? Sinds de kering er staat is dat nog nooit gebeurd. Afgelopen 18 jaar, want zo lang staat de Kromme Nolkering er al. Dus echt nooit gebeurd. Maar we hopen er altijd nog wel een keer op.